Als je in Enschede komt wonen en je hebt zorg nodig, dan is het wel handig dat je een huisarts hebt. Maar een huisarts krijgen in Enschede is nog niet zo gemakkelijk. Bijna geen enkele praktijk neemt nog nieuwe patiënten aan. Hoe komt dat eigenlijk? En wat doen we eraan? Welkom bij 053. En daarover gaan we vandaag praten met Ingeborg van Lingen, voorzitter van de LHV Huisartsenkring Twente. Iris Rutjes, D66 gemeenteraadslid in Enschede. Jij hebt ook vragen gesteld over het probleem wat er leeft. En Stanley Allarts van Mensis. Fijn dat jullie er zijn. Aan mijn linkerzijde sidekick Teun Staal, Tubantia journalist. Ja, als we het hebben met, over huisartsen en alles wat erbij speelt, dan kunnen we er niet omheen in deze dagen om het even te hebben over het grote coronavirus wat er aan zit te komen. Misschien ook wel voor Twente. Ingeborg, je hebt daar overigens iets over gezegd. Dat jij zegt van ja, coronavirus kent geen grenzen. Die gaat ons. Wij gaan dat krijgen. Als je de John Hopkins hebben, een prachtige site. Als je via de RIVM gaat, kun je daar kijken. En dan zie je langzaam de wereld rood kleuren waar corona is en hoe het uitbreidt. Het is nu in Zwolle, het is in Coevorden. Het gaat echt niet. Van China naar Zuid-Italië, naar Coevorden en Zwolle en dan Twente voorbij. Dat is een droom die niet waar is. En wij nemen dit op dinsdag op en het wordt donderdag uitgezonden. Het zou best kunnen dat op het moment dat dit bekeken wordt, dat het er al zover is. Dat het dan is. Ja. 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 Wat moeten wij doen om het te voorkomen? Adem uit, goed je handen wassen, inderdaad zo hoesten en papieren zakdoekjes gebruiken. Dat is echt een hele goede eerste stap. Ik heb vanochtend om 6:15 gezegd, vergelijk het nou met een griepje. En dat klinkt heel, ja, een beetje zo van, nou, er is helemaal niks aan de hand. Maar een goede griep, wij geven niet voor niks griepvaccinaties. Een goede griep gaan mensen echt aan dood. We hebben in 2018 een griep gehad, waaraan in Nederland bijna 10.000 mensen dood zijn gegaan. Toen lagen alle ziekenhuizen vol, toen was de thuiszorg liep aan alle kanten over. Er waren geen plekken meer om mensen die ziek waren, eigenlijk te ziek voor thuis, maar niet ziek genoeg voor het ziekenhuis, om die ergens naartoe te doen. Dat bedoelde ik met zie het als een griep. En we zijn ons daar allemaal samen heel hard op aan het voorbereiden. We doen dat met de ziekenhuizen, met de huisartsen, met de thuiszorg. Proberen we daar een oplossing voor te hebben, een plan voor te hebben. En we hebben wel geleerd van 2018. Ja. Dus dat bedoelde ik vanochtend met zie het als een griep. Maar maak er niet iets groters van. Want dat is het op dit moment echt nog niet. Bedrijven bereiden zich ook voor hè, op een eventuele uitbraak binnen bedrijf. Teun, nou begreep ik dat jullie bij Tubantia wel een heel bijzonder foefje hebben geleerd. Hè? Ja, wij hebben een soort instructie ontvangen. Twee dingen even. Neem je laptop mee. Nou, dat begrijp ik nog. Als de boel op slot gaat, kun je thuis werken. Kortom, die kant komt er gewoon. En over dat handen wassen, dat is een apart verhaaltje, dat moet je zo lang doen, begreep ik. Instructie van het bedrijf waar ik werk. Twee keer het liedje Happy Birthday. Happy Birthday to you, dear. Nou, hè. Je wilt het even twee keer zingen, Teun? Of, Zou je ze niet aandoen? Maar zo lang moet je handen wassen. Nou, ik zeg Ingeborg van Lingen na, dat lijkt mij enigszins overdreven. Dat lijkt mij echt. Maar misschien, stel je allarts, heeft Mensis protocollen? Ja, wij, geen handen schudden bijvoorbeeld? Wij doen het ook met de elleboog nu, even voor de grap. Nee, maar wij zijn natuurlijk wel, omdat wij onderdeel zijn van het hele zorgstelsel, hebben wij ook echt wel zorgen van, oké, als het echt uitbreekt, wat het voor impact heeft op. Hè? Ook de eerste ziekenhuizen zijn al dicht, hè? Dus dat heeft ook weer vingerhand consequenties voor opnames. Hè? Maar ook heel veel hulpmiddelen. Hè? Bijvoorbeeld de mondkapjes, de handschoenen. Ook zeg maar de medicijnen. Een deel van de medicijnen komt uit China. Hè? Dus een heel groot deel van de ingrediënten voor het maken van medicijnen. Bijna de hele productie wordt, die komt uit China. Maar raadt u mij nou aan om die mondkapjes in huis te halen? Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben geen arts, dat kunt u beter denken. Ik zou zeggen, laat ze alsjeblieft over voor de huisartsen. Want wij hebben op dit moment een probleem met het verkrijgen van mondkapjes. En als jij straks ziek thuis ligt, dan wil je toch wel heel graag dat ik kan komen. En ik wil dan wel heel graag dat mondkapje op. Ik ga mij daar braaf aan houden. Iris, Rutjes. Ja, ik ga ook worden jullie geïnformeerd als raad hoe het ervoor staat? Ik heb wel vragen gesteld over het coronavirus al een aantal weken terug. En ik heb daar ook onlangs antwoorden op gekregen. Waar het mij voornamelijk om gaat is, zijn wij goed voorbereid? En wat ik ook hiernaast me hoor, ja, wij zijn zeker goed voorbereid in Enschede.
Ik denk dat het voor de Raad in het algemeen interessant is om eens meer informatie te krijgen over pandemieën en hoe we daarmee omgaan. Want er zijn heel veel misverstanden, hoor ik. En dus ik heb zelf ook wel vragen, hoor. Want mensen zeggen, ja, het is erger dan de griep, het is minder erg dan de griep. Weten we het nog niet, is het besmettelijker? Zijn hier dan geen medicijnen voor? Dus dat zijn vragen die iedereen heeft die ook bij ons leven. Ja, ja, en dan kan het dus maar zo zijn dat je... Denk dat je corona hebt en dan heb je ook nog eens geen huisarts om eventueel naartoe te gaan om die vraag te stellen. Dan heb je geen probleem. Dan heb je geen probleem. Dat is heel erg mooi, want als jij denkt dat je corona hebt, ten eerste is dat vrij simpel op dit moment met de definities. Wanneer heb je corona? Dat hoesten, kortademigheid en koorts boven de 38, dus mensen halen een thermometer in huis, dat is best handig. En contact met of een slachtoffer dat al bewezen corona heeft of geweest zijn in een gebied waar het heel veel voorkomt. Dat zijn de mensen die moeten even contact met de huisarts opnemen. Al die andere mensen die heel veel vragen hebben, die kunnen googlen op RIVM en corona. Of die kunnen bellen met, en dat ga ik even oplezen, 0800-1351. Dat is een landelijk telefoonnummer waar informatie over het coronavirus kan gegeven worden. Oké, okay, dankjewel. En dan weten de mensen dat in ieder geval waar ze terecht kunnen, dat ze jullie wat minder belast worden. Ze willen namelijk ook graag gewoon hun gewone zorg blijven doen. En met, wij worden inderdaad met heel veel vragen. Ik ken iemand in Coevorden. Heb ik nu kans op corona? Nee, dat heb je niet. Tenzij die iemand in Coevorden dik bevriend was met degene. Maar staat die praktijk bij u de telefoon rood gloeiend? Nee, nog niet. Maar dat zal vastkomen, want het gaat heel snel uitbreiden. Het was 2 mensen op vrijdag, 4 op zaterdag en het zijn er nu 18. Waren er gisteren. We gaan hem voor wat betreft corona dan even hierbij laten. Ik probeerde ook een subtiel bruggetje te maken naar dat huisartsentekort in Enschede. Hebben we dat nou wel, hebben we dat nou niet? Wij namen zelf de proef op de som. Collega Laura Ratering komt uit Duitsland, is in Enschede gaan wonen. Heeft last van migraine, maar had geen huisarts. Dus ze heeft maar een belronde gemaakt. Ja, goedemiddag met Laura Ratering. Hoi. Ik ben onlangs naar Enschede verhuisd en ik heb nu een huisarts nodig. Dus vandaar dat ik even bel en vraag of ik bij u terecht kan. Nee, wij nemen geen patiënten meer aan. En ik ben zo aangemoedigd om te bellen met als u echt vandaag nog een huisarts nodig heeft. Even te bellen met een dagwaarneming. Nee, sorry. Ik denk dat je al meer mensen gebeld hebt. Nee, wij zijn ook net weer gesloten. We hebben gewoon echt te veel mensen. We kunnen niet meer de zorg garanderen als we nog meer mensen gaan aannemen. Ik ben bang dat je helemaal nergens in Enschede krijgt. Waar woon je? Onze Zuisterstraat. Nee, die zijn allemaal vol. Wij zijn op dit moment gesloten voor ingrijpingen. Als je mensen hebt, moet je ze ook zorg kunnen bieden. En op het moment zitten wij gewoon al ver boven de norm. Dus je moet mensen ook kunnen plaatsen. Dus dat is de reden. Maar ik weet dat het een heel groot probleem in Enschede is. Nee, bel ons niet. Helaas. Nee, ik moet het teleurstellen. Nee. Maar je hoeft je ergens in laten schrijven. Ja, precies. En vraag ze of dat bij u kan. Waar woon je dan? Dan moet ik de volgende week eventjes voor verleggen. Oldenzaalse straat. Prima. Als je smiddags tussen 1 en 3 wil bellen of het akkoord is of niet, dan hoor je verder. Wat ligt er in eerste instantie aan welke straat er dan past onder je gebiedje komt te wonen? Dat is 7523 AA in Enschede. Ja, dat valt niet in ons pastkoorde gebied, dus die nemen wij al niet aan. Maar er zijn inderdaad 3000 mensen die denk ik zo'n beetje dan zijn ons in Enschede. Ja. Inderdaad. Het is hartstikke vervelend, maar het is niet in ons parkeerde gebied, dus we kunnen het niet aannemen. Ja, wij nemen het maar naar de orde geen nieuwe mensen aan, en zo'n jaar of twee. Oké. Okay. Dus ik kan je ook niet melden. Nee. Ik snap het volkomen, maar wij hebben huisartsentekort, dus wij mogen op het moment absoluut geen patiënten aannemen. Oké. Nee. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keer een nee. En ik kan op zich kan ik nog 1, 2, 3 huisartsen bellen. Maar die zitten echt niet meer in mijn gebied. Die zitten echt in het zuiden van Enschede. Dus ik denk ook niet dat ik daar nog terecht kan. Iemand zei oké, bel maandag nog een keer. Maar ja, 8 keer een nee. Dus... huisarts voor mij, dat wordt denk ik lastig.
Toch, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want afgelopen maandag werd mijn collega Laura inderdaad gebeld en ze is nu ondergebracht in een praktijk de Oosterpoort in Enschede. Dus voor haar is dat gelukt, maar Teun, dat is min of meer een wonder te noemen, toch? Ja, we zien hier een overzichtje en dat overzichtje dat illustreert toch wel een beetje de telefoonmarathon die Laura achter de rug heeft. Een hele moeizame marathon. We zien hier 52 zeshoekjes zijn het. Daarvan zijn er een hele hoop rood. En dat zijn gewoon de praktijken in Enschede die gewoon hartstikke vol zitten en waar je niet meer terecht kunt als patiënt. Nou, even voor de goede orde, hoe groot is een gemiddelde huisartsenpraktijk? Nederlandse Zorgautoriteit schrijft grosso modo voor dat een praktijk 2095 patiënten mag tellen. Enschede zit daar fors boven, 2500. Nou, dat leidt er dus toe dat al deze rode zeshoekjes, praktijken zijn die dus vol zitten en waar je niet meer terecht kunt. Die vijf, daar kost het enige moeite. En ik vermoed dat de praktijk waar Laura inmiddels staat ingeschreven daarbij behoort. Nou, dat leidt even automatisch tot de vervolgvraag. Hoe groot en omvangrijk is dat probleem dan? We zien hier weer een aantal poppetjes, een aantal rood. Dat is keer 50, dat zijn 350 patiënten in Enschede die bij de zorgverzekeraar staan ingeschreven als zoekende, op zoek naar een huisarts. Maar het daadwerkelijke aantal Enschede'ers dat geen huisarts heeft, hè, die niet even kunnen bellen met die man of die mevrouw, die collega van Ingeborg van Lingen, heb ik corona, heb ik een pijntje wat serieus is, waar ik toch even achteraan moet, is veel groter. De schatting is dat er ongeveer 2000, maar waarschijnlijk iets meer, inwoners van deze stad zijn die geen huisarts hebben. Dat zijn in vaak veel gevallen studenten die het allemaal niet zo gek veel uitmaakt. Maar daadwerkelijk een probleem, maar goed, is het een probleem? Dat beantwoorden we zo wel even. Ongeveer 2000 mensen. Nou, dat probleem wordt vermoedelijk groter, want huisartsen worden ouder, gelukkig. Gaan ook met pensioen. De verwachting is dat er de komende 5 jaar... zo'n 5 tot 10 huisartsen, nou ja, in rust te zijn, met pensioen gaan, genieten van de oude dag. Ja, dat zou in theorie, hier staat 20.000 patiënten zonder huisarts met een vraagteken. Dat is een beetje overdreven, maar dat zou er kunnen gebeuren. Nou, aan ons, aan de tafel, de vraag, hoe lossen we dat op? Is er een probleem? Wat doen we eraan? Ja, 20.000 patiënten zonder huisarts. Is dat een reëel scenario, Ingeborg, of is dit een beetje overtrokken? Ik ben bang dat dit wel reëel is. Want Enschede heeft heel veel solisten. En die hebben grote... Solisten zijn huisartsen? Zijn huisartsen die in hun eentje de praktijk hebben. Hebben dan ook een praktijk van 2500-2600 patiënten. Wat wij zien met de jonge huisartsen die nu klaar zijn. Die willen niet een praktijk van 2600 patiënten in hun eentje runnen. Die willen graag met z'n tweeën een praktijk runnen. Dus er zullen andere praktijkvormen gemaakt moeten worden. Dus dat, nou ja, het springt bijna gelijk naar een soort oplossing. Ja. Maar daar zullen we in moeten helpen, moeten stimuleren dat de mensen die dat willen, dat werkelijk, ja, hoe heet dat ook alweer, dat die sport waarin zo gepoetst wordt voor curling. De curling. Nou, daar moet voor gecurled. Als mensen zeggen, ik wil in Enschede of in Almelo graag gaan werken, dan moeten we curling zorgen dat geplaveid wordt voor ze, dat ze daar komen. Ja, Stanley Mens is eerste lijns zorgmanager. Eerste lijns zorg, dat zijn de huisartsen, onder andere. Hoe kijken jullie naar dit verhaal en wat is jullie verantwoordelijkheid hier eigenlijk in? Weet je, ik herken heel erg dat poetsen waar jij het net over had. Ik denk dat we met z'n allen aan het poetsen zijn. En met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen om te poetsen. En hoe doen we dat nou, dat poetsen? Hè? We hebben volgens mij heel veel overleg ook samen. Hè? Met alle huisartsen in de regio. En daarbuiten ook. Maar misschien goed om nog even te zeggen dat het probleem is niet alleen Enschede. Het probleem is gewoon de randen van Nederland, hè, om zo te zeggen. Van Groningen tot en met Limburg, tot en met delen van Brabant en Zeeland. Waar gewoon veel minder huisartsen naartoe willen. Omwille van wat jij ook net zei. Hè? Maar ook omwille van dat het waarschijnlijk leuker en mooier wonen is dan in die gebieden, denken heel veel jonge huisartsen. Ja, en ook partners. Als je de geneeskunde is gewoon een hele lange studie. Dus als jij, het zijn veel vrouwen, je
je komt je partner tegen, die is ook hoog opgeleid. Na 4 jaar is hij klaar en gaat hij beginnen in een baan. Jij moet nog je co-schappen lopen, jij moet je huisartsopleiding nog doen. Dan ben je toch snel 1 jaar of 5, 6 verder. Die partner heeft ondertussen zich gevestigd in een baan ergens bij een universiteitsstad in de buurt. Ja, dan is Twente ligt heel ver van alle universiteitssteden. Waarom willen die collega's hier niet werken, even los van die partner? Heeft dat ook met imago te maken? Nou ja, dat heeft ook te maken dat er dus weinig samenwerkingsverbanden zijn. De huisarts van nu vindt het fijn om in een centrum te zitten waar je samenwerkt met de fysiotherapeut, met de logopedisten. Dus dat alles wat bij elkaar is. Die infrastructuur hebben we hier allemaal hoor. Nee, die hebben jullie niet allemaal. Als je kijkt, jij zei net, ik heb eventjes gekeken hoeveel huisartsen zijn er en hoeveel samenwerkingsverbanden. Er zijn heel veel solisten. Als je het vergelijkt met heel veel andere plekken in Twente, heeft en Almelo en Enschede erg veel solisten. Dat is niet de meest geliefde praktijk. Iris, D66 gemeenteraadslid. Jij hebt redenen gehad om op een gegeven moment vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders over hebben wij eigenlijk een probleem, wat doen we er eigenlijk aan? Ja, klopt. Ik kreeg ook zelf heel veel signalen van mensen die zeiden ik heb echt moeite om een huisarts te vinden. En ik woon bijvoorbeeld inderdaad in Enschede Noord. Ik loop gewoon tegen een muur aan. Ik probeer al een tijd een huisarts te vinden, maar ze zijn er niet. En mijn huisarts gaat bijvoorbeeld binnenkort met pensioen. Naast die signalen heb ik een gesprek gehad met Paul de Rost. Hij is manager van huisartspraktijk op de universiteit. En hij vertelde mij ook, hij zegt Iris, dit is een beetje de situatie. En het is ook een situatie zoals Ingeborg die hier voorlegt. Er zijn zoveel factoren die meespelen waardoor wij hier een huisartsentekort hebben. Als het een simpel probleem was, hadden we het ook heel snel kunnen oplossen. Opgelost. Maar dat is het niet. Er zijn, wat jij ook zegt, van de praktijken zijn, het zijn veel solisten. De opleidingen, daarop voortbedurend dacht ik, het wordt eens tijd dat ik hier vragen over ga stellen aan het college. Want heb je het idee dat die vragen naar jouw verwachting zijn beantwoord, ook naar wat je hier hoort? Ik heb heel netjes antwoord op mijn vragen gekregen. En ik ben heel blij met het antwoord dat het college in ieder geval bereid is om mee te werken aan een oplossing. Maar als ik vraag om cijfers bijvoorbeeld, dan krijg je de geregistreerde cijfers te zien. Dus de mensen die inderdaad geregistreerd staan als zoekende naar een huisarts. Die 350 wat we net zagen. Ja, maar ik heb het vermoeden en ik denk wij allemaal hier dat dat aantal veel groter is. Ook als ik kijk naar de signalen die je krijgt. Dus ik zie het echt als een heel urgent probleem waar we gewoon snel wat aan moeten doen. Onderschrijft het college dat in de beantwoording? Ik kreeg niet meteen die indruk. Ik proefde niet zozeer die urgentie die ik zelf wel zie inderdaad. En ik denk ook dat het wat dat betreft gewoon meehelpt dat er veel over gesproken wordt. Want we hebben het college hier wel bij nodig. Ik denk dat er een grote lobby moet worden gestart voor meer huisartsen hier in de regio. En daar heb ik ook wel ideeën over, maar daar gaan we het volgens mij zo dadelijk nog over hebben. Ja, want die ideeën worden ook geopperd in een soort van regionale taskforce die is opgezet. Daar zit zowel de huisarts, maar ook Mensis, de preferente zorgverzekeraar in Enschede. Jullie bepalen ook deels mee het beleid, zeg maar. Maar ook gemeente en provincie begrijpen. Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n overleg? Eigenlijk zijn we eerst begonnen met dingen in beeld te brengen en we hebben een onderzoek gedaan. We hebben alle huisartsen die 60 waren aangeschreven van heb je enig zicht erop? Wanneer ben jij van plan te stoppen met werken? We hebben alle mensen die in loondienst zijn als huisarts hebben we aangeschreven van zou je willen vestigen? Wat zijn nou de voorwaarden? Wat heb je nodig om je te gaan vestigen? Dus we hebben eerst eens geprobeerd de boel goed in kaart te brengen. We hebben een soort stappenplannen gemaakt van wat gebeurt, wat moet je doen. Stel er valt een dokter morgen om, want dat is ook niet helemaal ondenkbaar. Er zijn ook huisartsen die gewoon ziek worden en ongepland overlijden. En die hebben we helemaal nog niet meegenomen in ons staatje. En we hebben gewoon veel oudere huisartsen. Wat gebeurt er eigenlijk in dat geval? Want ik weet toevallig van vrij dichtbij, mijn vader is huisarts in Enschede, zit hier ook in het publiek op dit moment. Hij heeft zijn praktijk in januari van de hand gedaan. Is waarschijnlijk de allerlaatste die het lukt om zijn patiënten over andere praktijken te verdelen. Hierna zeggen die huisartsen, ja, ik zit echt helemaal vol, die 2500. Wat gebeurt er eigenlijk als er nu iemand komt te overlijden of met pensioen gaat? Staan die mensen dan gewoon op straat?
Nou ja, die mensen uiteindelijk dan kunnen ze niet meer bij hun eigen huisarts op dat moment terecht. Hè. Maar wat wij dan doen, zijn we als zorgverzekeraar, is daar wel kijken van waar kunnen ze dan wel terecht. Dus daar hebben wij ook een taak en verantwoordelijkheid en zorgplicht. En dat doen we ook, hè, want uiteindelijk onze verzekerden staan op een wachtlijst voor een huisarts. Wij kunnen ook meehelpen om te kijken van is er ergens anders plek. En dan misschien niet in de omgeving waar je direct woont, maar wel daar net omheen. Maar volgens mij, waar we het over hebben, het probleem is niet alleen Enschede, is veel groter. Het is veel breder. En als je een van de laatste onderzoeken ook leest, dan zie je dat er landelijk eigenlijk op dit moment geen tekort is aan huisartsen. Dus als je alle Nederlanders deelt door het aantal huisartsen, kom je op die norm uit van 2100. Dus volgens mij is het heel erg belangrijk om het aantrekkelijk te maken om dit soort gebieden hier te gaan vestigen. Dus ik ben hartstikke blij en ook wel trots dat we dit met elkaar oppakken. Zowel met de gemeente als de provincie als de huisartsen. En alles eromheen om te kijken hoe we stap voor stap verder kunnen komen. Ook met opleidingsplaatsen, daar zijn we mee bezig. Hè. Daar zijn ook de eerste resultaten al. Waar we ook naar kijken zijn bijvoorbeeld basisartsen. Hè, die werken in het ziekenhuis, die tijdelijk kunnen meehelpen. Ook zijn we praktijkondersteuning. Hè. Kunnen we gewoon andere hulptroepen bij de huisarts naar binnen krijgen, zodat het probleem niet alleen bij de huisarts ligt. Nou, dat willen we ook gaan financieren, ook als zorgverzekeraar. Dus dat doen we ook. En dan ook een beetje mijn stokpaardje, kunnen we gewoon gaan kijken hoe we ook meer innovatie naar binnen kunnen krijgen. Hè? Meer e-health, maar ook de eerste intake. Hè? Moet dat altijd zoals het nu gaat of kan dat ook met nieuwe technologieën? Nou, daar zijn we ook mee bezig, zijn we ook aan het onderzoeken. Heeft die patiënt niet veel meer behoefte aan, u heeft het over e-health, ik vind het heel mooi hoor, maar een direct contact met die huisarts. Nou ja, weet je, ik denk dat de wereld heel snel dan verandert. Dan zoek ik geruststelling. Ja. Ik heb een pijntje en ik vertrouw het niet helemaal. Nee, dat klopt. Dan wil ik even langs. Ach, meneer, maak ze zich geen zorgen. Dat wil ik horen. Zie je wel dat patiënten daar ook in veranderen? Want toen ik begon in... Ik niet hoor. Ja, nu ook. Het grappige is, eigenlijk heel veel mensen. Wij begonnen met 1,5 FTE huisarts en 1,5 FTE assistenten. Ondertussen zijn wij met 15 man in de praktijk. Dat is een ander klein probleem wat we hebben, dat we gewoon uit onze voegen barsten zo langzamerhand met al het ondersteunend personeel. Maar er zijn dus patiënten die aan de balie komen en zeggen, goh, ik wil graag even een afspraak bij mijn praktijkondersteuner GGZ. Dus waar vroeger de huisarts het vaste gezicht was, zie je dat langzaam eigenlijk de huisartspraktijk het veilige gevoel geeft. Dus dat verandert wel een beetje. Maar die aantrekkelijkheid van het vak, hè? Ik las een publicatie van mijn 120-collega Ernst Bergboer. En het blijkt dat Enschede en Almelo steden zijn die niet zo heel erg aantrekkelijk zijn voor huisartsen. En dat heeft, las ik, ik weet niet of het juist is, met de bewerkelijkheid van de patiënt te maken. Ik lees daar een beetje uit dat die patiënt meer zorg nodig heeft. En dat stemt mij echt tot nadenken. Nou, dat is ook zo. Als jij kijkt naar bijvoorbeeld de lage 6 gebieden die zowel Almelo als Enschede hebben, dus lage sociaal-economische gebieden. Wij hebben ouderenzorg in de praktijk, maar je ziet dat Almelo, ik zit zelf in het gebied van Almelo, dus mijn cijfers zijn beter op orde voor het Almeloze. Maar het is niet heel anders in het Enschedese. Maar je ziet dus dat in Almelo hele populaties nooit ouder dan 75 worden. En dus al voor die tijd heel erg ziek worden, dan moeten we dan speciaal met mensen over in discussie en in onderhandeling, dat we zeggen, ja, we willen eigenlijk die oudere zorgmodule, maar we willen hem naar voren trekken. Maar snapt u dat ik moeite heb met een formulering dat huisartsen moeite hebben met bewerkelijke maar patiënten? Maar ja, als er een schaarste is... Maar vanuit beroepsethiek, begrijpt u dat? Je ziet het als een uitdaging. Ja, ik zie... dit soort steden ik zou bijna zeggen een Eldorado voor een huisarts. Het zou mij heel erg leuk lijken. Ik ben nu voorzitter van de kring en ik heb wel eens gezegd, nou, ik zou wel straks een dag ergens in Enschede of Almelo willen werken, gewoon omdat ik dat lijkt me een uitdaging. Maar ik ben ook wel heel blij met mijn goed gestructureerde, georganiseerde praktijk in Nijverdal, waar ik ook wel degelijk een hele grote rol heb en goed voor mijn patiënten kan zorgen. Iris, ligt er een morele verplichting in die zin voor huisartsen? Om in, ik noem het even, probleemsteden.
niet of het dat zei. Ik denk dat daar zeker wel een deels een morele verplichting ligt. Maar ik ga er ook van uit dat alle huisartsen, iedereen in zijn eigen persoonlijkheid en ziet zijn eigen uitdagingen. De ene huisarts die zou het ontzettend leuk vinden om op de universiteit met expats en dergelijke te werken. En de ander zegt, ik vind de ouderen juist heel interessant en de problematiek die daar rondomheen speelt. Of jonge gezinnen, of juist heel graag die mix daarvan. Maar als wij nu met zo'n ernstig tekort zitten, dan is die keuze eigenlijk al niet eens meer heel gemakkelijk te maken. Als jij de keuze hebt van, ik kan in Enschede een praktijk overnemen die mij eigenlijk al te groot is. Ik zou het met z'n tweeën willen doen. En ja, het is niet eens per se de populatie waar ik om sta te springen. Kan ik mij voorstellen dat je als huisarts voor een andere praktijk elders kiest? Nou ja, en er komt nog wel iets bij, want dat is nog ongenoemd. Huisartsen moeten in het weekend en in de avonden de huisartsenpost bemannen. Het aantal diensten dat een huisarts moet draaien is afhankelijk van de grootte van de praktijk. Dat betekent als je in Enschede een praktijk overneemt die vrij groot is, dat je veel diensten voor je kiezen krijgt. Er zit niet elke huisarts, gewoon tijdstechnisch op te wachten. Dus die diensten worden verkocht aan waarnemers. Mensen die zeggen, ik wil die dienst wel van je kopen. Maar ze krijgen van u een bepaald tarief voor per uur voor zo'n dienst. Maar een waarnemer, die vraagt het dubbele. Gewoon een NZA-tarief. Ja. Dus daar hebben landelijke mensen... Maar dat is natuurlijk wel... want het kost de huisarts dan geld om die diensten in te... Ja, weet je, kijk, hier heb je volgens mij ook een van de key-problemen te pakken. Hè? Want precies wat jij net ook al zegt, hè, het is lastig om die één-op-één praktijken over te nemen. En als je ze overneemt, dan krijg je misschien wel 80-90 uur werk in je mik, om maar even zo te zeggen. Hè? Absoluut. Dus de jonge huisartsen, veelal vrouwen, hè, er komen meer vrouwelijke huisartsen op de arbeidsmarkt dan mannen. Ja, die willen gewoon geen 70, 80 uur, 90 uur. Die willen uur graag werken. Een baan van 40 uur. Ja, en die zeggen, nou, laat mij dan dat soort diensten draaien. Dan verdien ik ook nog naar verhouding best wel goed, denk ik. Hè? Meer dan Absoluut. Dat je... en daar zit wel een probleem. Hè? Dus hoe krijgen we dat, zeg maar, uit het hele proces, zeg maar. En dat heeft altijd ingezeten, maar nu is het wel best wel een excess aan het worden. Ja. Dat is iets waar wij zeg maar niet als enige wat van kunnen vinden, maar wat, ja. Ik krijg toch een beetje het idee dat de huisarts een beetje een makkelijk baantje moet zijn. Misschien moet je een keer een dag meelopen. Ik heb een heerlijke baan, echt geweldig, maar ik zou hem nooit als makkelijk baantje willen. Nee, ik beschuldig u daar niet van, maar als ik hoor dat huisartsen geen zin hebben in diensten of liever geen diensten. Maar weet je hoeveel dat is, hè? Want je werkt dan een fulltime baan, hè? Ja. Dan begin je 's ochtends om 8 uur in je praktijk. Ja. Dan ga je door tot 4:30. Dan stap je in je auto, rij je naar de huisartsenpost en dan ga je door met je dienst tot 11 uur. Ja. Hier is het geloof ik zelfs tot 12 uur. Dan stap je weer in je autootje, rij je terug naar huis en de volgende ochtend sta je om 8 uur weer in je praktijk. En dan doe je weer je dienst. Dus het komt erbij. Het is niet zoals bij verpleegkundigen dat ze ingeroosterd zijn en een 40-urige werkweek hebben. Je hebt die praktijk en daar komt die dienst na je dag. En de volgende dag doe je weer een gewone dag van 8 tot 5, 6, 6:30. Je werkt hard. Wij werken best hard, denk ik. En wij hebben het. Iris? We hebben een heel leuk vak. Ik heb in mijn tijdens mijn werk ook wel eens meegemaakt dat ik te maken kreeg met een arts die daar ook nog eens een crisisdienst tussendoor draaide. Die had gewoon al 3 dagen niet fatsoenlijk geslapen. En dan begin ik mij zorgen te maken over de arts die aan het bed van de patiënt komt te staan. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Dus ik denk ook dat we hier wel kunnen gaan discussiëren over, is het wel een probleem, is het niet een probleem? Zitten die huisartsen zich nu een beetje aan te stellen of niet? Persoonlijk denk ik dat we echt moeten gaan focussen op hoe gaan we deze rijdende trein eigenlijk tot stoppen brengen. Want dit is een rijdende trein. Wat we zagen in de video, die cijfers, ja, het gaat gewoon oplopen. Maar hoe krijgen we dan die huisartsen hier naar Enschede? Precies, want uiteindelijk heeft Enschede dat probleem, die wordt mogelijk alleen maar groter. Wat zijn dan mogelijk? Want jij zei zelf al, ik heb wel ideeën voor oplossingen. Ja, zeker. Ja, ik heb het idee dat in zijn algemeenheid is het iets waar wij vanuit de gemeente, maar ook waar vanuit de provincie aan gewerkt wordt, is de aantrekkelijkheid van deze regio. Wij hebben meer mensen nodig hier in Enschede. Niet alleen huisartsen, maar ook heel veel andere mensen. De vergrijzing is, we hebben te maken met vergrijzing. Dus de aantrekkelijkheid van deze stad staat sowieso al onder de aandacht. Ja. En dat is ook heel belangrijk voor die huisartsen die zich wellicht hier zouden willen vestigen. Stel je voor dat de populatie dan wel oké is, niet per se je voorkeur, maar je denkt, nou, Enschede is gewoon echt een hele toffe stad. Ik ben zo in Utrecht met de trein bijvoorbeeld. Dat helpt allemaal al heel erg mee.
Maar als je helemaal aan het begin zou beginnen met de opleidingen, denk ik dat daar een stukje stimulatie naar de potentiële huisartsen moet worden ingericht, waarin je zegt, wil jij geneeskunde gaan studeren, geef je bij voorbaat al aan, ik wil huisarts worden in een van de regio's waar een tekort is, zou je wellicht een vorm van voorrang kunnen krijgen op de opleiding. Want nu is de verhouding, Nederland is 50-50 verdeeld qua randstedelijk in de buitengebieden. Maar de aanmelding op de opleiding, heb ik begrepen, is dat niet. Het zijn toch veelal ook mensen vanuit het Westen, waarvan de ouders ook daar gewoon heel goed weten hoe ze de kinderen moeten begeleiden om de opleiding binnen te komen, die het redden om daar aan hun studie te komen. Maar er is een opleidingsplek in Hengelo van de VU. Daarvan vertrekken de meeste studenten uiteindelijk niet naar Enschede. Ook niet naar Almelo, maar naar dorpen of naar Hengelo. Maar stel je voor, hè? Wel in Twente. Ja. Hè? Van de opleiding Twente vestigt het merendeel zich wel gewoon in Twente. Ja. Maar helpt het dan dat je als stad heel erg investeert in een aantrekkelijk wonen- en leefklimaat? Nou ja, dat vind ik lastig om te zeggen, zeg maar. Want ik denk van uiteindelijk wil je wonen waar je wil wonen. En waar denk ik ook je roots zijn. Hè, als ik even naar mezelf kijk, naar mijn eigen situatie. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we ook gaan kijken naar een andere manier van huisartsverlening. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Je hebt toch weer die innovatie, die e-health, hè, maar ook een stukje preventie. Hè. Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen minder snel ziek worden? Want we worden met z'n allen, we krijgen steeds meer chronische ziekten. Hè. Dus ook steeds druk op de huisarts. Wat we ook krijgen is, in ieder geval de ouderenzorg, dat neemt toe. Hè. Mensen die verward zijn, hè, die nergens terecht kunnen, wachtlijsten lopen op. Nou, al die elementen, daar zijn wij juist mee bezig als mensen, ook in deze regio, om dat niet te laten oplopen. Hè. Om die druk, zeg maar, op het systeem daar te krijgen waar het ook moet zijn. En niet alleen maar bij de huisartsen. En ik denk dat je het echt moet zien als een big picture. Waarbij je volgens mij niet met één knip 5 huisartsen hebt. Maar met alle initiatieven die we nu doen. Hè, met de gemeentes, met de provincie, met de huisartsen, met de kring, met alle belangenverenigingen. De urgentie aangeven. En dan samen die kant op lopen. Nou, dus dat poetsen waar je net mee begon, vond ik wel mooi. Volgens mij zijn we echt aan het poetsen. Alleen het is niet zo dat we morgen 5 huisartsen hebben. Dat is wel de uitdaging, ja. En ik vind het heel fijn dat de gemeentes aangesloten, want die was er heel lang niet bij. En ik denk echt dat er wel daar kan gepoetst worden. Als je huisartsen hebt die zich willen vestigen in Enschede en die zeggen, ja, maar we willen wel in een centrum. Nou, dan moet je heel hard poetsen dat er een centrum geplaatst kan worden ergens. Ja. Dat is heel hard nodig. Dat was eigenlijk precies de vraag die ik u nog wilde stellen. Van wat kunnen wij als gemeente inderdaad doen om te helpen waarop we huisartsen zich makkelijker kunnen laten vestigen? Nou, ik weet dat er een jonge vrouw is die samen met een andere jonge vrouw een praktijk heeft. Die zitten op de Ripperdastraat. Dat is niet de makkelijkste plek om te zitten. Die willen graag een centrum. Dan zouden zelfs wel anderen al hebben gezegd, goh, dan wil ik wel overwegen of ik daar ook bij wil. Ja, dan heb je dus weer flow. En als je zegt, nee, dat is niks in die buurt, want het heeft geen zorgbestemming. Ja, dat klopt. Weet je, naar de letter van de wet klopt dat allemaal. Maar dan denk ik, dat is niet poetsen. Je wil heel graag meer huisartsen. Ja, dat zijn van die regels waar ooit een logica achter heeft gezeten toen het in het leven werd geroepen. Maar ik ben altijd van mening dat wanneer je tegen dit soort situaties aanloopt, dan moet je het anders inrichten met elkaar. Dan en dat zien we nu ook wel bij de gemeente, hoor. Dat iemand zegt van de wethouder zegt van bel dan met mij en laat het dan bij mij binnenkomen. Dan weten we in ieder geval dat het speelt. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Dat helpt, wel, ja. We moeten het gesprek aan deze tafel langzaam gaan afronden. Misschien een hele open vraag, hoor. Maar zijn er nou nog dingen die hier nu niet zijn genoemd, waarvan een van jullie denkt van ja, als het om huisartstekort het probleem of de mogelijke oplossingen gaat, dan moeten we echt dit nog genoemd hebben? Nou ja, weet je wat ik net al zei, daar hebben we het eigenlijk niet inhoudelijk over gehad. Van wat wordt de praktijk van de toekomst? Hè? Als we allemaal blijven doen wat we altijd hebben gedaan, krijg je ook wat je nu hebt. Hè? En tuurlijk, het is heel veel gewoon je patiënten in de ogen kijken en je moet er naartoe. Maar er zijn ook andere oplossingen. Hè? Ik bedoel, er zijn ook. Telefonisch spreken. Bijvoorbeeld de intake, hè, dat kan al heel anders. Wij hebben best wel ook veel innovaties die we nu groot aan het maken zijn. Ook het doorverwijzen, waar jullie hartstikke druk mee zijn. Daar zijn nu echt, vind ik, een technologische oplossingen om dat ook veel sneller te laten zijn. Ook met de wachtlijst en in ieder geval die ondersteuning. Kijk, maar er komt een generatie aan en die wordt alleen maar meer. Die leeft van zijn iPhone, in ieder geval van zijn smartphone. Hè. En hoe smartphone is nu de huisarts? Hè? Ik denk dat we daar met z'n allen naar kunnen kijken om die technologie ook meer naar de voorkant te halen. En tuurlijk moet je de huisarts kunnen blijven zien. Maar het vak gaat gewoon veranderen. Het is
een complex probleem met veel onderdelen over waarom het zo is in Enschede. Er zijn een aantal dingen over genoemd. Bedankt in ieder geval dat jullie hier vandaag wilden zitten om daarover, nou ja, vanuit jullie oogpunt te vertellen hoe je het beleeft en wat mogelijke oplossingen zijn. We hebben ook publiek en ik ben toch ook wel benieuwd of hij inmiddels bij ons ook zit, Rolf Olde Jans, daar. Rolf, naar aanleiding van een artikel in Tubantia is ook nogal wat reuring ontstaan. En dat is ontstaan omdat jij ooit een oproep op Facebook plaatste voor jouw vader, hè? Ja, dat was op Twitter. Mijn vader woonde in Assen. Die werd steeds slechter eigenlijk. Hij was doof. Hij kwam een beetje in isolement te zitten. Nou, de kinderen die wonen dan in Enschede. De afstand was best wel groot. We waren op zoek naar een woon-zorgcombinatie. En dat was moeilijk te vinden. Toen kregen we op een gegeven moment een aanbod vanuit Manna, hier in Enschede. We dachten, oh, mooi bingo. Alleen, er moest wel even een huisarts worden geregeld. Nou, ik denk, nou, simpel. Nog even proberen. Oh, dat viel zwaar tegen. Echt heel zwaar tegen. Ik heb het eerst geprobeerd via mijn eigen huisarts. Ik heb nog allerlei trucs geprobeerd, maar het lukte allemaal niet. En op zich, ik begon ook steeds meer begrip te krijgen voor de situatie, wat er aan de hand was. Want ik had zelf ook meegemaakt. Onze huisarts ging weg en daar kwamen twee part-time huisarts voor terug. En dat was best wel ingewikkeld allemaal. Maar goed, ik was. Op een gegeven moment had ik een huisarts, een assistent gesproken van een huisarts, die had plek. Dus ik was helemaal blij. Ik tegen mijn broers en zus vertellen van, ah, bingo, we hebben een beet. Maar toen werd ik gebeld door de huisarts zelf. Zei, ja, nee, we zitten echt in Enschede met een probleem. En het kan gewoon niet. De afstand is gewoon te groot. Je hebt ook te maken met afstanden van waar de huisarts zit en waar de patiënt zit. En mijn vader had een hartjescentrum en het was best wel moeilijk. Dus ja. Ik was in paniek. Ja, en toen heb je een bericht geplaatst. Uiteindelijk is het wel gelukt, hè? Het was ook echt, ik moet eerlijk zeggen, het was vrijdagmiddag. Zet ik het op Twitter van wie weet raad. Nou, sindsdien heb ik gewoon in een soort roes geleefd. Ik kreeg allerlei reacties uit het hele land overigens. Ook uit allerlei gebieden waar ook tekorten waren. Een aantal wethouders uit Drenthe. Nou, overal. Ziektekostenverzekeraars die belden mij, van alles en nog wat belden mij. Ja. Ook huisartsen die zeiden van nou, als jij er niet uitkomt, dan willen we wel bijspringen. Maar uiteindelijk hebben we die maandag hebben we een huisarts kunnen krijgen. Dank u wel, meneer Olde Jans. Want hoe vervelend is het eigenlijk voor een huisarts om nee te moeten verkopen? Want je bent uiteindelijk dat vak ingegaan om mensen te helpen. Ja, dat is heel vervelend. En je ziet ook allerlei collega's die eigenlijk van hun assistenten op hun dak krijgen. Zo van, joh, het is al zo vol, we hebben de plekken niet, we moeten steeds extra plekken bijmaken. Jij zit aan je tax, het kan niet. Ja, maar deze patiënt, of ik heb er op de post gezien. En sommige mensen hebben echt zorg nodig. Het is heel wrang om iemand die zorg nodig heeft te zeggen van, nee, ik heb geen plek. Maar dan toch nog heel even praktisch. Hè? Een van die 350 Enschede'ers op zoek naar een huisarts die denkt van, hé, dat corona, vertrouw het niet, ik hoest al een paar dagen. Waar moet je dan concreet heen? Je hebt geen huisarts. Wat hier in Enschede geregeld is, is dat je de dagwaarneming belt en dat die dan een huisarts voor je aanwijst waar je naartoe moet. Netjes geregeld. Ja, dat is eigenlijk best heel netjes geregeld. Zijn er nog meer vragen of opmerkingen vanuit het publiek? Nou, 80% van de jonge huisartsen is vrouw. En die hebben heel vaak een partner. En die partner die is ook vaak hoog opgeleid. En ik heb het idee dat hier in Twente te weinig werk ook is voor hoogopgeleide mensen. En daarom denk ik dat de 14 gemeenten van Twente veel meer samen moeten werken om meer hoogopgeleide bedrijven hier te krijgen. Ja, dat is ook precies wat ik wilde aanhalen inderdaad. Dat is een constatering die wij ook hebben gedaan als partij. We willen dat er voor iedereen geschikte banen zijn. Maar zeker als het om hoogopgeleide gaat, er is te weinig aanbod en niet divers genoeg. En dat is ook iets waar wij op in proberen te spelen. We hebben veel overleg met de provincie hierover om te kijken hoe wij als regio, provincie, maar ook met name regio Twente, om te kijken hoe wij als regio dit wat kunnen stimuleren. Want het is nog niet zo gemakkelijk, helaas, om daar een stimulans aan te geven. Maar het is zeker waar. Ik zie ook Paul Drost zitten, manager van huisartspraktijk aan de campus. Wat houdt het overigens in als iemand manager is van een huisartsenpraktijk?
Ik heb het geluk gehad dat ik de laatste medische dienst van de universiteit in 2006 heb mogen overnemen van de Universiteit Twente. Oorspronkelijk hadden alle universiteiten hun eigen medische dienst. Die zijn weggesaneerd op basis van de regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs en Onderzoek. In 2006 ben ik daarmee begonnen. Er was geen enkele huisarts in Enschede die dat op dat moment wilde doen. En ik ben daar ingestapt. Dat is inmiddels 13 jaar. En ik heb redelijk wat ervaring gekregen in wat er allemaal gebeurt in gezondheidsland in de afgelopen paar jaar. En het verbaast mij dan ook in dit verhaal, als je hoort wat meneer Allers zegt, dat hij zegt van ja, numeriek zijn er genoeg huisartsen ten aanzien van de populatie in Nederland. Dat klopt. Nou, dat is hetzelfde als wat mevrouw Van Lingen zei, is dat we in Nederland een verandering krijgen in de wijze waarop een huisarts het vak wil uitoefenen. Dus de 80 uur die dokter Voorink oorspronkelijk deed, wordt niet meer ingevuld door 80 uur, maar wordt tegenwoordig door een 32, 40 uur werkweek ingevuld met wellicht een dienst. En men wil zich niet binden om dit soort lange, grote praktijktrajecten waar we het uiteindelijk over hebben, om die in te vullen. Bij de huisartspraktijk op de campus is dat al een tijd zo, dat we dat met waarnemers invullen. Maar inderdaad, je ziet het landschap verschuiven. Wat mij daar aan de andere kant ook verbaast is dat naar mijn idee hebben we hier allemaal een zorgverzekering. Iedereen die hier zit, want we zitten in het Nederlands zorgstelsel, uitzonderingen daar gelaten zo te zien. En dat betekent eigenlijk dat Mensis een zorgplicht heeft. Want wij betalen netjes een premie aan Mensis en Mensis moet daar zorg voor inkopen. Dus op het moment dat iemand geen huisarts nu in Enschede heeft, heeft Mensis eigenlijk een probleem. Ja. Die kan zijn contract niet nakomen. Maar op de universiteit lopen ook nog allemaal jongens en meisjes rond die compleet niet in Nederland geregistreerd zijn binnen het zorgstelsel. En dat zijn er, nou, ik denk rond de 5.000-6.000. Die worden niet geregistreerd, dus die kunnen we ook niet meenemen. De statistieken die we nu zien, laat staan de Europese mensen die hier komen werken en ook niet binnen het Nederlands zorgstelsel vallen. Dus dat betekent dat je eigenlijk best wel een grote verschuiving krijgt als je die statistieken erbij pakt die we net hebben gezien. Ik heb notabene ook meegemaakt dat je vader met pensioen is gegaan. Dat heeft tot effect gehad dat iedereen dacht dat, dat alles netjes verdeeld was. Maar ik beloof je, er komen toch redelijk wat mensen bij de afgelopen paar dagen. En wat ik een beetje jammer vind, is dat Iris die gaf iets aan waar eigenlijk niks mee wordt gedaan. En dat wordt eigenlijk door mevrouw Van Lingen en de meneer Allers ook aangegeven. Is op het moment dat we in staat zijn om die. Dat zijn even de laatste vraag of opmerking hoor. Maak het even, ja. Dit is wel een belangrijke. Als we nou in staat zouden zijn om de jongens en meisjes die hier VWO eindexamen doen, een kans te geven. Gewoon letterlijk een kans te geven om geneeskunde te studeren in Nederland. En zich hier weer in Twente te vestigen. Heb je al een gigantische oplossing gevonden voor het probleem wat we hebben. En als je hoort dat van de jongens en meisjes die hier geneeskunde willen gaan studeren, dat 1 op de 10 maar wordt toegelaten en de rest wordt afgewezen in lijn met hetgeen wat Iris zegt, dan is dat toch al iets waar we zo kunnen zeggen met elkaar, laten we dat nou eens oppakken. En ja, ik begrijp heel goed dat we met z'n allen met ICT dingen, mooie dingen kunnen doen. Dat begrijp ik ook wel. Maar uiteindelijk, hoe je het draait of keert, ja, net zoals je vader huisarts is geweest, je hebt 1 huisarts nodig om al die andere poppetjes eraan te kunnen koppelen. Dankjewel. Bedankt voor de toevoeging. Omwille van de tijd gaan we daar aan deze tafel op dit moment niet meer op reageren. Bedankt nogmaals Ingeborg van Lingen, Iris Rutjes en Stanley Allards. Bedankt ook publiek voor het komen. En u heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.